Unpacking God's Message, verse by verse. Dit is Koinonia Bijbelstudie. We lezen aanstaande zondag in Schagen, Genesis 12, vers 14 tot en met 20. In hoofdstuk 12 hebben we eerst gehoord de roeping van Abraham, althans de herhaling misschien van die roeping van Abraham. Dan de aankomst van Abraham met Sarai en Lot en al hun bezittingen in het land Kanaan. En dan vanaf vers 10 de hongersnood in dat land. Abraham gaat dan naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En dan vanaf vers 14 de gebeurtenissen in Egypte zelf. Het verhaal is meer dan bekend. Abraham is bang dat de Egyptenaren zijn vrouw zullen roven en hem zullen doden, zoals blijkbaar de gewoonte is bij de Egyptenaren. Dat kan daar gebeuren. En vanwege die angst laat hij Sarai zeggen dat zij zijn zuster is, zodat hij de gelegenheid krijgt om te onderhandelen over een bruidschat. En tijdens die onderhandelingen zijn ze dan wellicht in staat om te vluchten. Maar het gaat heel anders en dat horen we dus vanaf vers 14. En het gebeurde zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was, Jaffa Me'od. En de vorsten van de farao zagen haar en ze prezen haar aan bij de farao. En de farao geeft dan blijkbaar opdracht om die vrouw mee te nemen naar het huis van de farao. Daarmee valt dat plan van Abraham natuurlijk helemaal in duigen, want als Sarai door de farao wordt meegenomen, dan is er eigenlijk helemaal geen sprake van een bruidschat. En toch handelt de farao niet helemaal zonder plichtsbesef en eer, want in vers 16, omwille van haar, deed hij goed aan Abraham. Blijkbaar probeert de farao Abraham te overtuigen dat hij met zijn zuster mag trouwen, althans die zuster dus mag opnemen in zijn harem, mogen we aannemen. En dan lezen we in vers 16, in die merkwaardige volgorde, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Dat is een wonderlijke opsomming, niet helemaal een logische, niet het belangrijkste voor Abraham staat voorop. Maar, en slaven en slavinnen, zomaar tussendoor, de ezels en de ezelinnen gescheiden, dat suggereert dat dit gaat om verschillende aanbiedingen van een bruidschat aan Abraham. Dus in zekere zin zijn dat dan de onderhandelingen. De farao had dat niet hoeven doen naar Egyptisch recht, maar hij doet dat toch. Het zou inderdaad kunnen dat dat komt omdat hij meent dat Sarai de zuster van Abraham is. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Met die nadruk op de vrouw van Abraham. Haar eer staat hier ook op het spel en ook de toekomst van Israël staat op het spel. Dat volk moest natuurlijk uiteindelijk uit Abrahams schoot komen. Farao begrijpt nu dat er iets aan de hand is en dat maakt die uitdrukking vanwege Sarai wel interessant, want dat is Aldevar Sarai. En dat is heel letterlijk te nemen op het woord van Sarai. En vanwege, als we dat als vertaling nemen, dan vertalen we Aldevar. Met de tweede betekenis van de var, dat is zaak of geschiedenis. En als we vertalen op het woord van Sarai, nemen we de var in de eerste betekenis. Dus van de pial diber spreken. En dan is het vanwege het feit dat Sarai gezegd heeft tegen de farao dat zij de vrouw van Abraham is. Want hoe komt de farao er anders achter in vers 18? Toen riep de farao Abraham en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Dat kan hij toch aan die plagen niet alleen maar afleiden?
dan zal het toch zo moeten zijn dat Sarai inderdaad verteld heeft wie zij eigenlijk is. Om zichzelf blijkbaar ook te beschermen tegen de farao, voor wie het nemen van een getrouwde vrouw blijkbaar toch te ver gaat. Waarom hebt u gezegd, vers 19, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Tot vrouw genomen dan niet in de zin dat dat huwelijk geconsumeerd zou zijn, maar wel dat hij haar niet zomaar als slavin in zijn huishouding heeft opgenomen, maar waarachtig van plan was om deze hele mooie vrouw als vrouw te hebben, als een van zijn vrouwen te hebben. Farao geeft opdracht dat Abraham zijn vrouw meeneemt en zet hem het land uit. En dat is het einde in vers 20. Wat moeten we nu zeggen over deze passage? Er zijn natuurlijk een aantal details waar we aan kunnen denken. Om in ieder geval de exegese wat scherper te krijgen. In vers 11 en het gebeurde en in vers 14 en het gebeurde suggereert dat er een scheiding is tussen het plan van Abraham, vers 11 en 12 en 13. Het hele voornemen van Abraham wordt ingeleid met en het gebeurde. En nu krijgen we de uitvoering van dat plan in vers 14. En het gebeurde. Wat gebeurt er dan in Egypte? Nou, in de eerste instantie precies wat Abraham verwacht heeft. Want hij zegt in vers 11, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Yefat mar'eh is het Hebreeuws. En dat legt de nadruk erop dat anderen haar zo zien. Het gaat er niet om dat hij vaststelt dat zijn vrouw knap is. Dat zal hij ongetwijfeld wel gedacht hebben. Maar het gaat erom dat zij schoon van uiterlijk is voor iedereen die haar ziet. En hij meent dan dat de Egyptenaren zullen zeggen dat is zijn vrouw en dan zullen ze hem doden. En het rare is, het tegendeel gebeurt. Omdat hij zegt dat Sarai zijn zuster is, daarom nemen ze haar mee en doet de farao zijn best om aan Abraham een bruidschat te geven. En het is helemaal niet duidelijk dat de farao inderdaad Abraham zou doden als hij zou denken dat het zijn vrouw is. Integendeel, als de farao erachter komt dat het zijn vrouw is, dan roept hij Abraham bij zich en zegt, wat hebt u mij aangedaan? Natuurlijk zitten daar dan ook nog de plagen tussen. Dus het is denkbaar dat farao alleen maar zo billijk met Abraham omgaat, omdat hij begrijpt dat de goden vertorend zijn op hem. In vers 14, de Egyptenaren zagen die vrouw. Abraham had al gezegd, ze is mooi om te zien. Nou, inderdaad, ze zagen dat ze knap was. En dan staat er gewoon Jaffa Meot. Heel mooi betekent dat. Dat is dan vanuit het gezichtspunt dus van die Egyptenaren. Dan 15, de vorsten van de farao. Nou, hoe zijn die daar dan in de buurt? Het is denkbaar dat Abraham bij zijn reis naar Egypte de noordelijke route heeft genomen. De route dus langs de kust. En dan komt hij in de buurt van het huidige Cairo, in de Nijldelta. Ongetwijfeld ook het rijkste gebied in Egypte, om daar graan en koren te kopen. En dat is ook de plaats waar de stad Memphis lag. En dat was de residentie van de farao in Jotef III, een tijdgenoot van Abraham. En het zou dus heel goed kunnen dat de farao in Memphis zat en dat hij in Jotef heette. En dat verklaart dat die vorsten van de farao, dus de ambtenaren aan het hof van de farao, deze vrouw gezien hebben. Die zullen aan de andere kant van de Nijl, dus dieper Afrika in, niet geweest zijn, niet meer makkelijk geweest zijn. Maar hier zijn er vorsten van de farao in overvloed blijkbaar. En simpelweg het aanprijzen van die vrouw bij de farao is al voldoende om die vrouw mee te nemen naar het huis van de farao. Dus dat gaat plomp verloren en zonder meer. Maar er is toch een suggestie dat er een gesprek met Abraham heeft plaatsgevonden. En er is de suggestie dat dat weliswaar gebeurd is, maar dat er geen mededeling heeft kunnen zijn van het feit dat Sarai zijn zuster is. Nu is dat niet helemaal zeker, want het zou een verklaring kunnen zijn
van vers 16, omwille van haar deed hij goed aan Abraham, omdat hij denkt dat het om zijn zuster gaat. Vers 16, Abraham krijgt van alles en nog wat. En blijkbaar op meerdere momenten heeft hij die geschenken ontvangen en behouden. En ja, maar zit er afwachten wat er dan met Sarai zou gebeuren. Abraham is hier volledig passief. De Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen. Waarom? Omdat Sarai intussen heeft gezegd, ik ben de vrouw van Abraham. En de farao wellicht niet genegen was om Sarai onmiddellijk te laten gaan. Maar uiteindelijk doet hij dat wel. En dan komt het gesprek van de farao met Abraham. Hier is uw vrouw, neem haar mee en ga. En dus dat huwelijk tussen aanhalingstekens van Sarai met de farao wordt ongedaan gemaakt. En dan geeft de farao bevelen, opdrachten, allerlei opdrachten is de suggestie. En in ieder geval die mannen die dat bevel krijgen, begeleiden Abraham en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit. En daarmee is de hele passage voorbij. Zo direct gaan we kijken naar de mogelijkheden van de toepassing hiervan. En dan maken we een aantal mogelijke preekschetsen. Een eerste mogelijke toepassing van deze geschiedenis in Genesis 12, vers 14 tot en met 20, dat zou zijn om te kijken naar de persoonlijke geloofsgeschiedenis die hierin zit. Abraham is in Kanaan aangekomen. Dit is het beloofde land. En het is denkbaar dat hij dat land gezien heeft en ook gezien heeft dat de Kanaan niet nog in het land is, zoals er staat in vers 6. En hij kan de gedachte hebben gehad dat dit zogenaamde beloofde land toch bepaald niet een prachtige plaats is om te verblijven. Hoe moet het gaan met zijn kinderen in dit land? Hoe zou hier dat grote volk kunnen ontstaan waarop hij ongetwijfeld gehoopt heeft? Is er niet iets beters nog te vinden? En dan overtreft hem ook nog een keer de tegenspoed van de hongersnood. Er kwam hongersnood in dat land. En dat is de reden dat Abraham nu toch naar Egypte trekt, de grote graanschuur van de klassieke wereld. Vanwege die hongersnood vinden we dat Abrahams geloof naar beneden gaat. Verzwakt. Er is een vreselijk dilemma. Het beloofde land kan eigenlijk alleen maar een graftombe voor hem zijn. Net zoals later voor Israël de wildernis van het Schiereiland met de Sinaï alleen maar een soort graftombe lijkt te zijn. Het was onmogelijk om terug te keren naar Ur of naar Haran, want dat zou betekenen dat hij zijn geloof helemaal had afgezworen. Maar de enige mogelijkheid die hij nog had, was naar Egypte te gaan. In ieder geval betekent dat een gebrek aan vertrouwen in God, vanwege misschien de mogelijkheid dat er hele zware tijden voor hem en zijn mensen zouden aanbreken. Maar dat betekent ook dat hij vrijwillig zich in een veel groter gevaar begeeft dan alleen maar dat van het lichamelijk overleven. De geestelijke visie die Abraham gehad heeft op dat beloofde land wordt hier dus tijdelijk verduisterd door een lichamelijke nood. De God die hem uit Ur der Chaldeeën had gebracht naar dit land, die zou hem toch in dat land ook wel kunnen onderhouden. Zelfs als het lastig zou worden voor zijn kudde om voldoende voedsel te vinden op de velden. Dan zit er ook nog in dat Abraham weliswaar meent dat er gevaar dreigt voor zijn kudde, maar de opdracht aan Abraham is om zelf in het land te zijn. En de opdracht is niet om daar een grote kudde te hebben.
om rijk te zijn. Dat is niet de opdracht aan Abraham. Dus de vraag is of Abraham er terecht aan heeft gedaan om de plaats te verlaten waar de Heere hem gesteld had. Inmiddels is hij in de richting van dat zuiderland gekomen, zegt hoofdstuk 12 vers 9. Dus hij heeft langzamerhand dat hele land wel gezien. Ja, en daar had hij dan toch gewoon moeten blijven. Het afdalen in Egypte, afdalen gezien vanuit Jeruzalem, en Egypte ligt ook lager dan Israël. Het afdalen in Egypte krijgt nu een heel bijzondere wending. Want het leven van Abraham is in gevaar, maar ook de kuisheid van Sarai en daarmee de hele vervulling van Gods belofte. Dat alles wordt nu door Abraham op het spel gezet ter wille van de nood van de dag. Hij doet dat, hij houdt rekening met die risico's en hij heeft een plan. Hij heeft een eigen manier om te kijken of hij dat gevaar kan verminderen. En zo wikt en weegt hij de roeping om in Kanaan te zijn, het gevaar wat daar is, het gevaar wat in Egypte dreigt. Hij maakt een beslissing. En die beslissing is dat hij misschien wel erop vertrouwt dat God hem in Egypte wel zal behoeden en bewaren. Hoewel aan het plan te merken is dat hij dit allemaal in eigen kracht en met eigen vernuft probeert te regelen. Dan de reis naar het zuiden die hij onderneemt. Al die voorbereidingen dus van het plan houden in dat ze eigenlijk niet vertrouwd hebben dat God met ze mee zou trekken naar Egypte. En waar ze dan toe komen is om een bedrog uit te voeren tegenover de Egyptenaren. Dan moeten we duidelijk maken dat in vers 3, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden, natuurlijk wel een opdracht ligt. De opdracht ligt daarin om een zegen te zijn voor andere volkeren, dus ook voor de Egyptenaren. En er ligt in dat Abraham voorbeeldig zou moeten zijn. Wees tot een zegen, is het einde van vers 2. Zo zult u tot een zegen zijn, beter gezegd. En die naam moet groot zijn. Nou, een bedriegende Abraham die probeert zo anoniem mogelijk in Egypte aan koren en tarwe te komen en zijn vrouw maar probeert weg te houden van de blikken van anderen. Dat is niet de Abraham van de roeping. De Abraham van de roeping, die zou vertrouwen op God, want de volkeren zouden door hem gezegend worden, maar dat doet hij niet. Abraham is meer bezig met zijn eigen belang, maar ook met het belang trouwens wel van Sarai. Er is een controverse over vers 13. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. Dat gaat dus alleen maar over hem. Maar het einde van vers 12, dat is zijn vrouw, zullen de Egyptenaren zeggen. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Dat lot van Sarai, als zij in leven gelaten wordt, is eigenlijk nog wel erger dan het lot van Abraham. Want dan zou ze dus permanent tot die harem van de farao gaan behoren. Abraham loopt helemaal vast in dat eigen plan, want het werkt helemaal averechts. Door te zeggen dat Sarai zijn zuster is, heeft de farao geen enkel bezwaar om die vrouw te nemen. En de suggestie wordt gewekt in vers 18, dat de farao wel degelijk, zodra hij beseft dat Sarai de vrouw van Abraham is, met Sarai niks te maken wil hebben en daarom Abraham bij zich roept. Het plan gaat ook nog op een andere manier niet door, namelijk dat ze voordat Sarai meegenomen werd, hadden willen zeggen dat Sarai de zuster was en dan zou Sarai met rust gelaten zijn. Maar ze hebben blijkbaar niet eens kans gehad om zichzelf uit te leggen, om die deceptie uit te voeren, want er staat onmiddellijk dat de vrouw wordt meegenomen in vers 15. Maar het is duidelijk dat de Heere God met Abraham meegereisd is in Egypte. Het had zo kunnen zijn dat God hem nu helemaal alleen laat. Maar in feite is het God zelf die Sarai in het huis van farao beschermt. En dan niet vanwege het belang van Abraham en ook niet het belang van Sarai,
Want die hebben alles aan zichzelf te wijten, maar dat doet de Heere God voor zijn eigen naam. De vervulling van zijn belofte mag niet worden gefrustreerd hier. Het huis van Farao wordt dus onderworpen aan al deze slagen, deze plagen. Die uitdrukking treffen met zware slagen, dat is een omschrijving van wat het Hebreeuws doet. Het Hebreeuws zegt immers gewoon met slagen slaan of met plagen plagen. En die manier van uitdrukken is inderdaad een intensivering, zodat slaan met zware slagen, treffen met zware slagen, nog niet eens zo'n slechte vertaling is. Maar het laat dus niet zien op welke manier het Hebreeuws deze betekenis duidelijk maakt. Hij slaat hem met slagen, volledig, doeltreffend. En ze raken de farao en Aldevar, zoals ik al zei, Aldevar Sarai, op het woord van Sarai, komt de farao erachter dat hij bedrogen is. Nu is het duidelijk dat de farao niet zonder schuld is, maar hij heeft duidelijk minder schuld dan Abraham. Nu is er wel een interpretatie nog denkbaar, en dat is wel een interessante. We weten van Ur der Chaldeeën, we weten van de Chaldeese zeden en gewoonten, dat er twee soorten huwelijken bestonden. Het ene was een gewoon huwelijk, waarbij een vrouw deel ging uitmaken van de huishouding van de man. En het andere was het zusterhuwelijk. Dat is niet een huwelijk met een zuster, met een bloedverwant, maar dat is het huwelijk met een vrouw, waarbij die vrouw tot een zuster wordt, dus tot een rechtstreekse bloedverwant, verheven wordt in de huwelijkssluiting. En de vrouw die ook een zuster is, heeft een hogere status dan de vrouw die alleen maar een vrouw is. Het is denkbaar dat Abraham tegen die Egyptenaren, op grond van wat hij wist uit zijn geboorteplaats, heeft willen zeggen, dit is niet zomaar een vrouw van mij, dan zouden de Egyptenaren haar misschien wel kunnen roven. Maar het is denkbaar dat hij bedoeld heeft dat zij die bijzondere status heeft van een vrouw die gelijktijdig een zuster is. Nu, dat is allemaal aan de farao voorbij gegaan, want hij heeft het recht om een vrouw te nemen van wie hij maar wil. En het is alleen maar de eigen verdienste van farao geweest dat hij de vrouw van een ander niet wil. Misschien omdat hij de voorkeur geeft aan een vrouw die nog maagd is. Of misschien omdat deze farao een wat hogere moraal heeft gehad dan gebruikelijk in Egypte. Dat is de eerste manier van kijken naar deze passage, waar we dus letten op het gebrek aan geloof van Abraham, de bijzondere zorg van de Heere God vanwege zijn uiteindelijke belofte. En wanneer we kijken naar de morele beoordeling van Abrahams deceptie en de houding van de farao. In ieder geval betekent het dat Abraham niet voldoet aan de opdracht die hij gekregen heeft, namelijk om het kanaal te zijn waardoor hij de zegen van God naar de volkeren gaat, want er gaat dus duidelijk helemaal geen zegen naar de volkeren, maar integendeel, er gaat alleen maar haat, of beter gezegd, er gaat gaan plagen en straffen naar de volkeren. En dat was uiteraard niet de bedoeling.
Dan is er nog een tweede manier om de tekst toe te passen. En dat is als we Abraham zien als symbolisch voor de kerk. En Egypte symbolisch zien voor de wereld. Dit hoort bij het type interpretatie dat eigenlijk de tekst en wat ze zegt heel ver achter zich laat. Maar het is een mogelijke toepassing. Eigenlijk meer in het kader van een allegorische of een anagogische toepassing hiervan, dat we al deze gebeurtenissen symbolisch nemen. Ik denk dat allegorisch hier niet zozeer van toepassing is, omdat we de gebeurtenissen zelf, dat Sarai in het huis van de farao belandt en dat soort zaken, dus niet zo opvatten, niet zo bekijken. Maar wel een anagogische verklaring. Hè? Namelijk, we beginnen met te zeggen dat Abraham de kerk is en Egypte de wereld. En van daaruit proberen we dat te bekijken. Een milde vorm van die anagogische toepassing ligt daarin dat we zeggen, met de rabbijnse exegese, dat Koma ira lavot siman labanim, dat is Hebreeuws voor alles wat de vaderen overkomt, is een teken voor de kinderen. De gebeurtenissen van Abraham in Egypte lijken een beetje op de gebeurtenissen van Israël in Egypte, later in Exodus 1 tot en met 11. Ook daar zijn plagen die de farao raken. Ook daar is aan de orde dat Israël moet kunnen weggaan uit Egypte. Ook daar is aan de orde dat Abraham dus gevaar loopt, Israël gevaar loopt in Egypte zelf, maar uiteindelijk de farao hen moet laten gaan. En dat ze ook met grote rijkdom weggaan in Exodus. En hier Abraham met grote rijkdom weggaat uit Egypte is ook zo'n overeenstemming. Dus wat er gebeurt met de vaderen is een aanwijzing voor wat er gebeurt met de kinderen. Nu kunnen we een aantal zaken dan eruit halen als het gaat om een toepassing op de kerk en de wereld. Ja, de kerk moet ook, de gemeente van Christus moet ook op een of andere wijze leven in deze wereld. En weliswaar zijn we niet van deze wereld, maar we kunnen ook deze wereld niet uitgaan. Dus Paulus zegt ook dat we ons niet kunnen onttrekken aan alle afgodendienaren. Dat is een onmogelijkheid. Anders zouden we de wereld uit moeten gaan. Aardse noodzaken zijn de aanleiding om in Egypte te zijn en te blijven. En aardse noodzaken, die dwingen ons ook om in Egypte met Egyptenaren om te gaan, zou je kunnen zeggen. We leven nu eenmaal in deze wereld. En op zich is dat voor ons, vanwege de kerk, een noodzaak. En dat houdt ook in dat we toch deel kunnen krijgen aan de rijkdom en de beschaving van Egypte, de rijkdom en de beschaving, de cultuur van deze wereld. En niet alles wat in die rijkdom en in die cultuur aanwezig is, is slecht of in strijd met ons geloof. Maar een verblijf in de wereld en de omgang met wereldlijke instituties en machten leidt toch wel heel vaak tot een compromis, tot het verlies van een geestelijke vrijheid en soms ook het verlagen van onze morele standaard. De deceptie van Abraham is daar een voorbeeld van. Elk compromis is toch een soort van gevaar. En door te liegen doet Abraham iets wat de wereld ook doet, wat Egyptenaren misschien wel normaal zullen vinden. En dat had niet mogen gebeuren. Farao is trouwens een heiden, maar in vergelijking met Abraham handelt hij hier beter. Ook dat is een interessante les, namelijk dat wij in de wereld vaak mensen aantreffen die beter handelen, betere mensen zijn, dan wij als gelovigen zijn. Nou, dat is toch wel iets wat ons beschamen moet.
Onze plaats in de wereld is vergelijkbaar met de plaats van Abraham, want het is tegelijkertijd een onderdeel van het oordeel over ons, van de zuivering die plaatsvindt doordat we in de wereld zijn. Daarom worden we steeds erbij bepaald dat we die kleine minderheid zijn met een hele bijzondere opdracht, dat we ballingen zijn, dat we vreemdelingen zijn in deze wereld en desalniettemin de vrede moeten zoeken van de stad waar wij geplaatst zijn. Maar het is ook de plaats waar wij in het bijzonder de genade en barmhartigheid van de Heere kunnen ervaren. Het begin van die reis, het verblijf van Abraham in Egypte, is het gevolg van een foute keuze. Voor ons is er eigenlijk geen keuze. En het einde daarvan is beschamend voor Abraham. Maar voor de kerk is dat niet beschamend, want het einde daarvan is de overgang naar het koninkrijk van God. Daarin zien we dus dat die vergelijking niet langer meer opgaat. Bij Abraham geldt dat die rijkdom die hij verworven heeft toch op de verkeerde manier verworven is. En ook dat kunnen we dan niet zeggen van de kerk die nog enige wereldlijke rijkdom verwerft om daar goed mee te doen. Dus op dat punt kunnen we die vergelijking van de kerk en Abraham niet voortzetten. Maar in die andere drie zaken dus wel. We zijn in de wereld vanwege aardse noodzakelijkheden. Maar in de wereld zijn, dat is het tweede, komen er vaak compromissen tot stand. En ten derde, we zullen vaak tot onze beschaming moeten meemaken dat mensen in de wereld beter handelen dan wij zelf. Dat is de les van Abraham in Egypte. Dat was de tweede mogelijkheid van een toepassing van Genesis 12, vers 14 tot en met 20. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. U kunt contact met ons opnemen over de inhoud van deze uitzending via e-mail robert.veen@gmail.com of via Skype. Robert.veen is mijn Skype-naam. Vergeet niet te kijken op onze website koinoniabijbelstudie.org of op onze Facebookpagina die u vindt onder de naam Robert Adrianus Veen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.